CV-installatie bijvullen en of ontluchten. Voor een goede werking van de CV-installatie moet de druk hierin tussen de 1,5 en 2 bar zijn. Is de druk lager, dan moet de installatie worden bijgevuld. Voor dit bijvullen heeft u nodig een vulslang, een ontluchtingssleuteltje en een doek of dweil. Stap 1. Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact. Stap 2. Sluit de vulslang aan op een koudwaterkraan. Laat de slang vol met water lopen. Hou eventueel uw vinger op de slang. Stap 3. Draai de dop van de vul- en aftapkraan. Sluit de vulslang aan op de kraan, maar let op, draai hem wel goed vast. Draai de vul- en aftapkraan een kwartslag open. Stap 4. Draai de koudwaterkraan open en sluit hem pas weer als de meter 2 bar aangeeft. Stap 5. Sluit de vul- en aftapkraan en laat de slang nog even zitten als u nog wil ontluchten. Stap 6. Steek de stekker van de ketel weer in het stopcontact. Stap 7. Borrelende geluiden en radiatoren die maar gedeeltelijk warm worden, duiden op luchtbellen in het systeem. We gaan hem daarom ontluchten. Stap 8. Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact en wacht tot de radiatoren afgekoeld zijn. Stap 9. Zoek het ontluchtingsventiel bij een van de laagst gelegen radiatoren op. Houd de doek voor het gaatje en draai met het ontluchtingssleuteltje de kraan open en laat de lucht uit het systeem ontsnappen. Zodra er water zonder lucht uit de kraan komt, draait u deze weer dicht. Pas op, het water kan nog heet zijn. Herhaal dit bij alle radiatoren. Stap 10. Controleer de druk van de installatie. Als deze te laag is, vult u hem weer bij. Stap 11. Stel de kamerthermostaat in op de gewenste temperatuur. Veel succes!